shell, of de lengte van de shell, dat die goed is. Nou, daar is een simpele manier voor. Normaal gesproken is de broek tot hier. Net onder de navel, daar waar die hand van die mooie mevrouw hier zit. Hier. Wat je doet, is je maakt een ketting die zo omhoog gaat, achter de nek langs, terug naar voren. Als je hem hier zou sluiten, je zal hem dus om je nek heen hangen, is dit de lengte die je nodig hebt. Let wel op dat je een meervoud van 20 plus 10 lossen opzet. Dus altijd vanaf ongeveer daar waar de broekriem zit, van je broek, omhoog, langs de nek, terug naar onder. Dan heb je eigen de lengte die bij jouw lichaam past. En dus ook om je hoofd heen kan, twee keer omslaan of gewoon lekker los. Dat is de lengte die je moet hebben. Hij zal natuurlijk iets krimpen door de rippel. Hij zal zo'n 10% krimpen in de lengte. Ongeveer, pin me er niet op vast, maar dat zal ongeveer de lengte zijn dat hij korter wordt. Dus dan kom je tot hieruit. Dus hier beginnen met je ketting, om de nek heen, terug naar beneden in de meervoud van 20 plus 10. Als je dan mooi om de nek heen valt, natuurlijk geen spanning opzetten, gewoon losjes om je nek heen hangen. Dan heb je de lengte die jij moet hebben voor jouw lichaam. We gaan die prachtige sjaal maken die je zag in het begin. Ik heb deze bolletjes opgewonden van de restante garen wat ik nog heb. Ik ga beginnen met deze. En dan ga ik waarschijnlijk over naar die en dan waarschijnlijk naar die. Ik ga een klein stukje maken. Ik ga natuurlijk niet de hele sjaal haken. Ik ga je laten zien hoe je moet beginnen, hoe je moet keren en hoe je de steken moet gaan doen. Ik heb deze bolletjes opgewonden van de restante royal garen dat ik heb liggen. En het zijn centerpool bollen. Laten we starten. Het is een meervoud van 20 plus 10 lossen. Je kan gewoon een haaknaald pakken die geadviseerd wordt bij het garen. Dit is een garenmaat 4 mm. Ik ga nou een haaknaaldmaat 5 mm gebruiken, want dan moet het luchtig worden. Ik ga gewoon een ketting opzetten. Ik heb hier al een losse opgezet. Dan gaan we beginnen met een meervoud van 20 lossen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nou, als je nog niet lang genoeg vindt, ga je door. Ik heb voor mijn sjaal 190 steken opgezet, dus 190 lossen. Ik heb 4 keer 20 plus 10 opgezet. Nu ga ik de ketting sluiten met een halve vaste in de eerste losse. Dus niet in het knoopje wat ik hier heb gestopt, maar echt in die eerste losse. Dat is hier. Gewoon onder twee lussen door. Of aan één lus. Het is even wat jouw voorkeur betreft. Goed. We hebben hem gesloten. Nu ga je vier lossen haken. 1, 2, 3 lossen staat voor het eerste stokje. Plus 1 losse als ruimte. En in dezelfde steek haak je nog een stokje bij. Dus je begint met een V-steek. Hier. Hier is de V-steek en nu haak je in iedere steek daarna volgende 8. Ieders 1 stokje, dus 8 stokjes op een rij. Hier is nummer 1. Daarnaast is nummer 2. En als het nou nog wat strak voor je is, pak gewoon een haaknaaldmaat groter. 3. Dus nu heb je het piekje en richting het dalletje. En hier gaan we nu twee stokjes samen haken over de eerste en de derde steek. Dus in de volgende steek maak je een onafgemaakt stokje. Zo. Dan sla je één steek van de ketting over en in de volgende maak je het volgende onafgemaakte stokje. Dan heb je drie lussen op de naald en die drie lussen haal je samen, haak je samen. Nu gaan we 8 stokken haken op een rij. Iedere steek 1 stokje. 1 en nummer 8. En in de volgende maak je een V-steek. Dus een stokje, een losse en nog een stokje erbij. Even laten zien. Dan zie je dat hij zijn vorm al begint te krijgen. Nu ga je weer 8 stokjes omlaag, zoals je hier ook gedaan hebt. En in de eerste en de derde, dus eentje overslaak, haak je weer 2 samen. En dan weer 8 stokjes omhoog en weer een V-steek in de top. Dan ga je rond en dan eindig je hier. En dan gaan we samen het werk draaien en door naar de andere kant van de ketting.
Nou, ik heb nu dus mijn ketting rondgehaakt. Je zal je zien dat je voor het einde nog één losse overhoudt. Dat klopt. Ik ga je laten zien hoe we nu verder gaan in deze toer. Wat we nu doen is de kant waar we mee begonnen zijn, die draaien we naar binnen. Zo. Dus aan de goede kant. Die flippen we om naar de andere kant. Dus zo. En dan gaan we verder haken aan die kant van de ketting. Dus, we zijn nu naar beneden gegaan. Je bent geëindigd met de stokjes richting het dal. Dus naar beneden. We moeten nu twee stokjes samen haken. Dus in die ene laatste steek die je dus hier over hebt, steek je naald onder twee lussen door. Maak je onafgemaakt. Dan sla je die V-steek over en dan ga je de steek ernaast. Pak je de volgende steek op. Hier. Dan kun je gewoon onder één lus doorsteken, de naald. Maak je onafgemaakt stokje. En dan haal je hem door. Nu ga je 8 steekjes omhoog. Dus in 8 lusjes ga je ieders één stokje maken. Dus 1. Je ziet dat ik de draad gelijk langs mijn werk leg. Dan hoef ik die later niet meer weg te stoppen. Dus nummer 2. 3. 4. 5. 6. 7. En nummer 8. En nu ben je aangekomen op de plek daar waar je in de voorgaande toer de twee stokjes samen hebt gehaakt. En in die losse ruimte die je daar hebt gecreëerd, daar maak je nu een V-steek in. Dus een stokje, een losse en een stokje. En dan ga je weer door. 8 steken naar beneden, 8 stokjes naar beneden, 2 samen, 8 stokjes omhoog, 2 samen, etcetera, etcetera. En dan kom je terug en dan kom je hieruit. Dan gaan we de toer sluiten en dan gaan we de tweede toer starten. Ik heb mijn laatste 8 stokjes gehaakt. Ik ben nu aangekomen bij de V-steken waar ik begonnen ben met de toer. Met het eerste deel van de toer. Dus ja, die 4 lossen. En dan ga ik de toer sluiten in de derde losse vanaf het begin. Dus je telt 3 lussen omhoog en daar sluit je hem. Nu, als je met kleurwisselingen werkt, zoals ik in de sjaal heb gedaan, dan ga je nu je draad afhechten. Wat ik meestal doe is gewoon 2 lossen. Ik knip het draad af. Ik knip hem vrij kort af, zoals je ziet. Trek de lus door. Ik pak het draad. Ik pak mijn nagels en ik schuif die 2 lussen op richting het werk. Met mijn nagel. Dus eigenlijk doe ik dit. En ik trek alleen hier aan. Ik hou die lusjes vast, zodat die geblokkeerd zijn. En dan schuif ik hem zo op naar het werk. Daar zie je niks meer van. Wat ik nu ga doen, is het werk draaien. Ik pak dezelfde haaknaald waar ik mee gewerkt heb. En dan steek ik mijn haaknaald onder de eerste V-steek, dus onder de eerste vaste door. Die is hier. En ik trek het draad door. Volgens mij zit ik nou in mijn losse. Ja, ik zit nou in mijn losse. Maar niet. Dan gaat het stroever meestal. Ik heb hem door de eerste heen en dan ga ik naar het volgende stokje. Hier heb ik de volgende. Dan steek ik mijn naald van de andere kant naar voren door. Om de 2 lussen door. Leg ik het draad om de naald heen en haal ik hem door. Dan ga ik naar de volgende. Steek weer naaknaald onder de 2 lussen door. Pak mijn draad. Haal ik hem door. Nou, dit blijf ik dus net zo lang herhalen tot ik geen draad meer over heb. Hoeft er niet helemaal op te haken, want je rekt hem straks nog een beetje op en dan heb je weer een stukje vrij. Nou, ik laat hem even zo en dan doe ik dit. En dan is hij weggewerkt. Als je nu over die steken heen gaat, haak je eigenlijk direct onder dat draadje door. En dan zit hij dubbel vast. Enfin. We zijn dus hier gesloten met je halve vaste in de derde losse. Dan gaan we in die losse ruimte starten met de nieuwe toer. Maar we gaan het werk draaien. Dus we gaan van de verkeerde kant van de toer starten. Dus hier. Maak een lus op de naald. En die haal ik door. En dan maak ik een losse. Trek hem goed aan dat hij vast zit. Plus nog 3 lossen erbij.
Dat staat voor een stokje plus een losse. In diezelfde ruimte maak ik nog een stokje bij. Zo. Nu boven de volgende 8 steken haak ik weer 1 stokje. Hier is mijn eerste. Je ziet, ik leg gelijk het draad langs mijn werk mee. Dat gaat wat stroever omdat je daar gesloten bent met een halve vast. Hou daar rekening mee. Ik leg nu de draad weer over mijn werk, dus je slaat zich eigenlijk om het werk heen. Zie? Die leg ik over mijn draad heen, zit hij weer vast. Maak een stokje. Trek hem iets aan. En dan ga ik in de volgende. Je ziet dat ik hier insteek en daarmee ga ik direct onder het grijze draad door wat we weggestopt hebben. En nummer 2. Hier is nummer 3. Dit is nummer 4. Dit is nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. En nummer 8. Dan zijn we nu aangekomen in het dalletje. 1 steek voor het dalletje zijn we aangekomen. Nou, dat klopt, want je moet het eerste steekje, die 2 stokjes die samen zijn gehaakt in de vorige toer, sla je over. En de volgende steek, daar maak je 2 stokjes samen haken. Dus eerst volgende maak je een onafgemaakt stokje, dan sla je 2 samen gehaakte stokjes over. En in de volgende onafgemaakt stokje, 3 lussen op de naald en haal je door. En dan ga je weer de toer herhalen. Nu hoef je straks niet meer je werk over te flippen, want dat is nu al gedaan. Dus je hoeft nu alleen maar door te haken tot je weer helemaal in het begin bent. Het wijst zich de weg vanzelf. Je doet 8 stokjes omhoog, V-steken in de top, 8 stokjes omlaag, 2 stokjes samen haken in het dalletje. En zo ga je rond tot je deze toer klaar hebt en dan sluit je weer in de derde losse van de 4 lossen waarmee je gestart bent. Even laten zien. Zo ziet dat eruit. Je gaat nu helemaal rond. Dan ga je eigenlijk een 8 maken. En als je hier bent aangekomen, sluit je in de eerste, tweede, derde lus vanaf het begin geteld. Even om te laten zien. We hebben in de eerste toer hebben natuurlijk die draaiing gemaakt. En dan zie je dat ik nu al aan de andere kant ben van het begin van de toer. Als ik nu dus door ga haken, kom ik vanzelf hier uit. Ik ben rondgehaakt, ben uitgekomen in het begin. Ik heb mijn laatste 8 stokjes gehaakt en dan gaan we sluiten in de derde lus van de 4. Dus derde los. 1, 2, 3. Hier sluiten we een halve vaste. Even een beetje wringen af en toe. Zo. Gesloten. Trek hem een beetje aan. Ik haak dus weer 2 lossen en ik knip hem af. Als je nou in 1 kleur door wilt blijven haken, dan doe je het volgende. Dan ga je in de losse ruimte maken een vaste, haak je 1 losse, draai het werk om en dan start je met nog eens 1, 2, 3. Dan maakt 4 losse plus een stokje in die losse ruimte erbij. En dan ga je rondhaken en dan sluit je de toer weer af met een halve vaste in de derde lus. Zo kan je dus doorhaken als je met 1 kleur haakt. Nou, ik ga dus weer kleur wisselen. Dus ik heb al mijn halve vaste gemaakt. Plus 2 lossen. Knip ik het draad weer af. Heel erg kort. Of niet lang. Draad doorhalen. Pak ik weer het draadje vast. Ik zet mijn nagel boven die 2 lossen. Trek aan het draad en schuif ik zo die 2 lossen op. Dat gaat nergens meer heen. Dan draai ik het werk weer. Pak mijn haaknaald, voor naar achter, doorhalen. Sorry, van achter naar voren doorhalen, van voor naar achter doorhalen. En zo ga je door tot je draadje weer weg is. Nu kijk je gelijk al tegen de verkeerde kant van de toer aan, dus dan hoef je niks meer te doen. Dan ga je hier in die losse ruimte, hier, ga je weer aanhechten met je nieuwe kleur. En dan blijf je herhalen tot de gewenste breedte van de sjaal.